Hartelijk welkom allemaal bij weer een video over lasergraveren. Kerstmis komt eraan en dat betekent dat iedereen zijn creatieve mind gaat proberen los te laten op de kerst. Zo ook ons lasergraveerders. Het zij met zaken als wat ik in het verleden allemaal al gedaan heb, lijststenen onderzetters die persoonlijk zijn, dus de gasten die hun eigen onderzetter onder hun glas drinken krijgen. Het zij op lijststeen een grote snackplank waarin verwezen wordt naar ons gezin en naar onze familienaam. Het zij naar een houten mobile met kerstballen erin met al onze, met de namen van mij, mijn vrouw, mijn kinderen, de aangetrouwde kinderen, maar ook de kleinkinderen natuurlijk. Of wat je ook maar bedenkt. Dit keer een video over kerstballen. Kerstballen zul je zeggen, ja. Ik laat ze even zien. Kerstballen voorzien van een afbeelding. Ja, spiegelschrift, dat heeft te maken met het feit dat ik de telefoon eigenlijk zo gebruik dat ik mezelf kan zien filmen. Maar verderop in de video krijg je ze in gewoon schrift te zien. Kerstballen, ze moeten van glas zijn. Hoe groter ze zijn, hoe beter. Ja, je hoeft geen 15 centimeter bal of zo te hebben, maar een 8 centimeter is toch wel een aardige maat. Ik heb gekozen voor zowel goud als voor paars. Ik denk dat ik dat goud niet weer zou doen. Ik denk dat ik zeg maar daar toch een wat donkere kleur zou nemen. Want dat wat je leest, dat wordt uiteindelijk wit. Beetje spiegelachtig. Dat proces, niet het proces in Lightburn, want dat is niet zo heel moeilijk. En je kunt op het internet allerlei kerstplaatjes downloaden als je maar zwart-wit neemt. Het hoeft niet eens SVG te zijn. Mensen zeggen, wat moet SVG zijn? Flauwekul. Je kan JPG gebruiken, je kan PNG gebruiken. Alleen die zul je moeten traceren in Lightburn. Daar heb ik al wat meer video's over gemaakt. Dus dat zou je in andere video's terug moeten gaan zien. En als je ze getraceerd hebt, dan zijn ze heel goed leesbaar. Zowel als vul ook als, of als lijn, net wat je wil. En de rest is in principe gewoon tekst. En ook tekst is natuurlijk gewoon prima te lezen. Settings die ik gebruik heb komen regelmatig in de video terug. 4200 mm per minuut en 45% power. Wel even eraan denken dat dat gedaan is. Dat zijn settings voor een 10 watt diode laser. Het kan dus zijn dat jouw laser andere settings daarvoor nodig heeft. Maar goed, vanuit die 10 watt 4245 kun je misschien wel terugrekenen naar wat voor jou dan de juiste settings zouden zijn. Je kunt ook nog kiezen voor matte kerstballen en glanzende kerstballen. Zeker als de balkleur donker is, zoals die paarse, is glanzend ook heel mooi, kan ik je vertellen. Ik heb het hier niet laten zien, maar ze zijn mooi. In de video wordt er wel een, helemaal aan het eind een kerstbal getoond die persoonlijk gemaakt is voor mijn kleinkinderen. En dat is een glanzende en die ziet er echt heel fraai uit. Ik hoop dat je veel plezier hebt bij deze video. Alvast heel veel plezier met je creatieve ideeën tot uiting brengen. Nou, kijk, zou ik zeggen. Om de kerstballen te kunnen laseren, hebben we om te beginnen glazen kerstballen nodig. Deze namelijk zijn aan de buitenkant voorzien van een laag in de kleur waarin je ze koopt. Dit zijn goudkleurige, zowel glanzend als mat. Ik zou willen aanraden toch een iets donkerdere kleur te nemen. De achtergrond in dit geval, als ik hem laser, dan zullen we zien dat de achtergrond wit is. Wit op goud is mooi, maar is niet echt 100% duidelijk. Dat is even een dingetje wat ik wil zeggen. Dan is het prettig dat als je ze koopt en ze zitten toevallig ook in een doosje waarin ze in gaatjes liggen. Dat is moeilijk te zien, maar je zit een plastic houdertje waarin die ballen liggen. Waarom is dat handig? Omdat je op die manier, als je de ballen steeds in dezelfde houder legt, ook steeds hetzelfde resultaat gaan krijgen. Een probleempje bij de meeste diodelezers, zoals deze OLM 3, is dat de kerstbal zo groot is dat zeg maar in een normale staande situatie die OLM 3 die kerstbal never nooit kan lezen. Ik heb hem daarvoor op pootjes gezet. Die poten, daar heb ik denk ik al eens een keer eerder een video van gemaakt. Die heb ik namelijk gemaakt voor het gebruik van mijn rotary roller. En natuurlijk kan je kerstballen ook met de rotary roller doen, alleen dan heb je eigenlijk zo'n rotary roller nodig die zeg maar grijpen kan. Zeg maar met als ware
pootjes waarmee hij de hals van de kerstbal kan grijpen. In dit geval op mijn rotary roller, die gewoon simpelweg uit twee cilinders bestaat en die draaien, zou die kerstbal die zou alle kanten op gaan rollen en dus krijg je geen mooi resultaat. Nou, is dat op zich niet zo'n heel groot probleem, want als je gaat focussen en je focust hem gewoon een aantal millimeters, een millimeter of twee, drie lager dan dat die gefocust moet worden, kan je ook wel uitfocus laseren. Dus dat wil zeggen dat je een stukje van de ronding mee kunt laseren. Heb je nou een goede rotary roller, waar die ballen dus wel goed in zouden kunnen gaan zitten, dan kun je hem zelfs helemaal rondom laseren. Dat ga ik niet doen. Ik laser er een tekst op. En we zullen zien dat er een verschil zit in matte ballen. De matte ballen zien er wat mooier uit dan glanzende ballen. Al zijn glanzende ballen verder ook wel mooi. Maar nogmaals, de kleurstelling goud met wit is niet geweldig. Dit zijn relatief kleine ballen. Ik denk een doorsnede van een meter, een 6,5 centimeter of zo, zoiets. Ik kan wel even kijken. Deze kerstballen die hebben 6 denk ik zelfs, 6 centimeter. Ik heb straks wat grotere, die kan ik ook laten zien. Daar kun je dus ook wat meer op kwijt, zeg maar. Die poten die heb ik zelf 3D geprint, waarmee dus nu de laser omhoog gebracht is, zodat die rotary roller gebruikt zou kunnen worden. Maar in dit geval gebruik ik het niet met die rotary roller. Vervolgens met wat plaatjes eronder zorg ik dat die kerstbal op een hoogte ligt, dat die in focus ligt. We gaan laseren met een snelheid van 4200 mm per minuut en een power van 45%. En wat ik ga doen, en dat is om lijnen te voorkomen, ik laser in raster, dus zowel horizontaal als ook verticaal. Ik ga eerst even focussen. Focussen is gebeurd, sorry. Ik ga het kader maken, zodat ik weet waar die moet komen. Deze ligt maar best een stukje omhoog nu. En een stukje naar rechts. Ja, zo is goed. Nu ga ik hem starten. Het geheel duurt een minuut of 5. En dan is de eerste gelaserd. Op deze manier kun je natuurlijk heel mooi persoonlijke kerstballen in je boom hangen. Dus deze kerstballen, hier staat op, Bettina en Ronald, dat is mijn vrouw en ik, wensen Merry Christmas met de kerstman in de arreslee eronder. Maar je kunt ze ook cadeau gaan doen. Straks als ik grote ballen maak, ga ik onder andere ballen maken voor mijn 3 kleinkinderen. Daar gaat hun naam op komen te staan, maar ook een kerstwens van opa en oma en ongetwijfeld nog iets van een kleine afbeelding of zo. Die moet ik nog even ontwerpen. Dat is niet zo heel veel werk en ook niet zo heel moeilijk. Maar heel persoonlijk dus kun je je kerst maken. Het zijn ook hele mooie cadeautjes voor anderen of voor als je een club hebt, dat je de naam en het logo van je club hier erop wil hebben. Het is allemaal mogelijk voor deze kerstballen. Voilà. Hij is bijna klaar. En dan ga ik hem er voor je uithalen. Dan kun je kijken naar hoe hij eruit ziet als hij klaar is. Ja, nogmaals, het is een beetje lastig vanwege de gouden ballen.
denk ik zo het beste ziet, zeg maar. Natuurlijk hele mooie kerstballen. Dit is nog een matte. We gaan nu een glanzende doen en daar ga ik je zo het resultaat van laten zien. Hier een glanzend exemplaar. Ik moet hem wat draaien om het goed in beeld te brengen. Ik zei al, misschien een iets donkerdere kleur zou misschien iets beter zijn geweest. Maar ze zijn prachtig geworden. We gaan zometeen de grote ballen doen. We zijn hier bezig op een grote bal. 8 centimeter in doorsnede. Weer de matten. De matten krijgen hetzelfde ontwerp als zojuist de kleine ballen. Pas straks als ik de glanzende ga doen, ga ik het ontwerp maken voor mijn kleinkinderen. We gaan zien hoe dit er zometeen uit komt te zien als dit klaar is. Hoe ziet het er dan uit? Op een donkerdere bal, grote bal. En dit is natuurlijk, ja, wat zal ik zeggen. Ik vind het zelf geweldig. Ik hoop dat jullie dat ook vinden. Zometeen gaan we de ballen zien die gepersonaliseerd voor onze kleinkinderen worden gemaakt. Met de glanzend paarse. In de verpakkingen van de kerstballen die ik gekocht heb zaten zowel matte als glanzende. We hebben gezien dat bij de goudkleurige het glanzende wat lastig is. Maar dat heeft te maken met goud en dan de achtergrondkleur wordt wit vanuit het laseren, zeg maar. Op het paars ziet dat er wel heel erg fraai uit. Dit zijn de kerstballen die, zeg maar, voorzien worden met een kerstwens voor onze kleinkinderen. En die tot in lengte van jaren ze zal doen herinneren aan oma en opa. Deze kerstbal is 8 centimeter in doorsnede. Dat is gelijk een bijadvies. Eigenlijk is dat een hele mooie maat. Ik vond 6 centimeter net wat klein. Maar goed, het kan wel. Laat ik dat voorop stellen. Nogmaals, de waarden die ik gebruik zijn 4200 mm per minuut en 45% power. Pas op, dit zijn natuurlijk de waarden die horen bij een 10 watt laser. Kan zijn dat voor jouw laser er compleet andere waarden nodig zijn. Deze waarden werken prima, zien er fantastisch uit en dat zie je ook. En ik ga je zo meteen dan ook het resultaat laten zien van deze afbeelding op deze glanzend paarse bal. En dit is dan het eindresultaat. Zo komt het eruit te zien. De ene kant de naam van het kleinkind, Liam in dit geval. De andere kant, Merry Christmas, wensen Mimi en opa. Dat klinkt raar, maar mijn vrouw wordt niet oma genoemd, maar Mimi. Waarom weet ik niet, geen idee. Maar zo komen ze er dus uit te zien als het 8 centimeter kogels zijn en dan glanzend in dit geval. In dit geval, doordat het een donkere kleur is, wordt het heel netjes, komt het heel netjes uit. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Tot een volgende keer en heel veel succes met het uitvoeren van uw eigen creatieve ideeën. Daag.